De laatste weken zien jullie natuurlijk in het nieuws heel veel cijfers over corona. En ik ga nu met jullie die cijfers eventjes bespreken. Er zijn getallen die jullie al wel kunnen lezen, maar er zijn ook getallen die jullie misschien nog niet kunnen lezen. Want wij gaan vandaag, ik ga jullie uitleggen wat getallen tot 10 miljoen zijn. Dit zijn de coronacijfers van het weekend van 16 en 17 mei. En zoals je ziet, zijn er nu in België 55.559 mensen besmet met corona. 55.559. Dus wat zien we? Er is eigenlijk ongeveer 55.000 mensen besmet. Dat wil zeggen 55 keer 1000 mensen besmet. In het ziekenhuis liggen dan nu 1614 patiënten. En alle trends eigenlijk zien er heel goed uit. Ondertussen zijn er ook al 14.657 patiënten genezen verklaard. 14.657, dat wil zeggen 14 keer 1000 ongeveer, bijna 15 keer, want we ronden af naar boven. Dus ongeveer 15 keer 1000 patiënten, 15.000 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis. Nu, je hebt waarschijnlijk ook al wel andere cijfers gezien. De cijfers wereldwijd bijvoorbeeld. Je ziet hier, wereldwijd zijn er op dit moment 4.805.500 mensen besmet. Dat wil dus zeggen, ja, 805.000, tot hier kunnen we het lezen. Dat wil zeggen 800 keer 1000. Maar het is niet 800 keer, maar 4.800 keer 1000 besmettingen zelfs wereldwijd. Als we dat in onze positietabel schrijven, we beginnen altijd achteraan. Zo. Dan zitten we in de kolom van miljoen. 4.805.500 besmettingen op dit moment wereldwijd. 1 miljoen is dus 10 keer 100.000. Is dus 100 keer 10.000, is dus 1000 keer 1000. Want het schuift altijd op, zoals jullie weten. Hoeveel mensen zijn er nu wereldwijd overleden? Dat weten we ook uit die grafiek. 318.300 mensen. Dus schrijf je dat in je tabel. Dan krijg je dit hier. Zo. Dus dan zit je in de kolom van de 100.000. 300.000. 318.300 mensen. Dus dat wil zeggen ongeveer 300 keer 1000 mensen die overleden zijn in de wereld. Maar hoeveel mensen zijn er nu genezen? Dat kunnen we ook aflezen hier op deze grafiek. Op 18 mei zijn er, we zullen het even invullen in de positietabel, de 5 bij de eenheden, de 7 bij de tientallen, de 8 bij de honderdtallen, de 6 bij de duizendtallen, de 8 bij de tienduizendtallen, de 7 bij de honderdduizendtallen en de 1 bij het miljoen. In totaal zijn er dus in de wereld al 1.786.875 mensen genezen van het coronavirus. Voilà. Dat is ook al wel heel veel, hè? Want als we dat afronden, dan zitten we al bijna aan 2 miljoen of 2000 keer 1000 mensen. 2000 maal 1000. Voilà. Oké, goed. Dat zijn dus, zo lees je, getallen tot miljoen. 1 miljoen.
1 miljoen is dus 10 honderdduizend tallen. 10 keer 100.000. Of 100 keer 10.000, of 1000 keer 1000, of 10.000 keer een honderdtal. Een miljoen is dus 10 keer groter dan een honderdduizendtal. Zo kan je het lezen. Jullie gaan in jullie schriftje van blok 5, les 2, gaan jullie ook met de getallen tot 10 miljoen bezig zijn. In het ontdekkader zie je het ook. Je ziet hier nog eens herhaald hoe je de getallen die je al geleerd hebt schrijft. Dus de eenheden, het symbool daarvoor is een E en de waarde is gewoon 1. Dat weten we. Hier in onze positietabel staat gewoon 1. De tientallen, dat is dan 10 keer 1. Een honderdtal is 100 keer 1. Een duizendtal is 1000 keer 1 en heeft dus ook al 3 nullen. Er komt altijd een nulletje bij. Een tienduizendtal is 10.000 keer 1. Een honderdduizendtal is 100.000 keer 1. Een miljoentaal is dus een miljoen keer 1. En een miljoen lees je, schrijf je met 3 nullen. 6 nullen, sorry. 3 nullen, dat is 1000. Dus 1 miljoen schrijf je met 6 nullen. We gaan dat ook niet zo schrijven, want dat is heel moeilijk. Dan moeten we gaan kijken, wat is nu de waarde van elk cijfertje. Maar zoals je ziet, ja, bij een tienduizendtal weet je, als er 3 cijfers staan, dan lees je bijvoorbeeld, ja, 10.000. Staat daar nu bijvoorbeeld dit getal, dan weet je, oké, er zijn 3 cijfers, dat is 1000. We lezen 18.484. Bij een honderdduizendtal schrijf je dan bijvoorbeeld, zo, ik ga iets opschrijven. Je ziet hier ook weer de 3 nullen. We lezen nog altijd met de 1000. En je leest 178.304. Bij een miljoen lees je dus 1 miljoen op deze manier. Op deze miljoen. Op deze manier lees je 1.234.567. Dus je leest eigenlijk steeds bij zo'n groot getal. Je begint bij 1 miljoen. Hier lees je de honderdduizendtallen en daar lees je nog de honderdtallen apart. Dit getal bijvoorbeeld, dat bestaat uit 1 miljoental, 500.000tallen, 3 tienduizendtallen, 8 duizendtallen, 500tallen, 2 tientallen en 7 eenheden. Op deze getallenas zien we ook dat er sprongetjes gemaakt worden van 1 miljoen, 0, 1 miljoen, 2 miljoen, 3 miljoen, 4 miljoen, 5, 6, 7, 8, 9, 10 miljoen. Wat ligt hier dan tussen? Mooi in het midden zou 1 miljoen 500.000 liggen. Een beetje verder is het dus 1 miljoen 538.527. Je hoort ook, je zegt eerst hoeveel miljoenen, dan hoeveel honderdduizendtallen, dan de honderdtallen. Voilà. In jullie schrift ga je dan allerlei oefeningen krijgen waar je dus de waarde van de cijfers moet bepalen. Net zoals hier. En ga je ook moeten verder tellen en terugtellen met sprongen. Komt er bijvoorbeeld bij 10.000... Gaan we sprongen maken van 10.000 en beginnen we bij 14.648. Dan weten we dat steeds dit hier, dit is het tienduizendtal, gaat verspringen. Dus 10.000 erbij wordt dan 24.648. Nog eens 10.000 erbij, 34.648. Moet je een miljoen bij een getal tellen telkens. Maken we sprongen van 1 miljoen. En beginnen we bijvoorbeeld bij
het getal 5.648.000. Dan gaan we zoeken, waar is het miljoental? Ah, hier is het miljoental. Dus hier komt er telkens 1 bij. Dat wordt dan 6.648.000. Nog eens 1 miljoen erbij, wordt 7.648.000. En zo verder. Voilà. Moet je een getal samenstellen, dan doe je dat op dezelfde manier zoals je het al deed. Bijvoorbeeld het getal 9m plus 2td plus 6e. Je vult het in je tabel. De 6 eenheden bij de eenheden. 2 tienduizendtallen bij de tienduizendtallen. 9 miljoen bij de miljoen. En je vult aan met nullen. En nu staat daar 9.020.006. Voilà. Goed, heel veel succes.